Ja, ik zal even vragen stellen, want de vraag is. De vraag die we hadden gesteld is: het moment waar jij je meest heerlijk in je lijf voelde, super relaxed, één. En toen was dit het potje van Ruurd. Ja. Waarom? Waar was je? Waarom? Ik was aan zee in Marokko. En ik hou heel erg veel van de zon. Dat maakt me altijd gelukkig. Het mannetje met de bloem is dicht bij de natuur en de vrijheid van een vogel. En het torentje, dat moet een piramide voorstellen, is iets mystieks. Want ik hou ook wel van een stukje mystiek of, hoe moet ik het zeggen, ongrijpbaars. En Katrien, als je dat zo hoort, hè? Ik bedoel, hoe lang zijn jullie al samen? 26,5. Ja. Holy moly. Ja. Ja. Ja, we houden heel veel van hetzelfde. We denken heel vaak over hetzelfde. En ja. Als ik wat denk, zegt hij het en omgekeerd. Dus, En als je het hoort over het ongrijpbare mystieke, herken je dat, Ruurd? Als je dat, als je het zo uitlegt? Ja, ook wel. Ja. En gek op de natuur. Ja, zeker. Of dat je kunt verwonderen nog steeds over de natuur. Ja. Wat ik ook hoorde in jullie verhalen beide, want Katrien, je kan het zo even uitleggen, is ook zeg maar dat één zijn met de natuur, de stilte, weinig afleiding. Ja, precies. Gewoon het verwonderen wat je zegt inderdaad, maar de schoonheid van de natuur en dat je daar ook een onderdeel van bent. Ja. Want leg eens uit jouw potje. Ja, dat speelt zich ook af in Zuid-Marokko en de Sahara. Dan heb ik hier gepocht om een tent, Bedouïne tent te maken. Die zijn meestal heel kleurrijk. Dit is dan een meteoriet die we daar eens hebben gevonden. Dit vond ik ook wel een beetje de sfeer van een Afrikaanse djembe of zo. En ja, dit is meer een palm, maar wat je daar hebt zijn heel desolate acacia's. Dat zijn heel mooi. En dit stelt voor een kampvuur. En dit is de volle maan. Die kwam op, hè, zei je? De volle maan die boven de bergen opkwam, ja. Ja, en ook daar was je gewoon niet zozeer nietig op een verkeerde manier, maar gewoon, je loste op. Ja. Dat je echt alleen maar dat zag en niets anders dacht ook. Dat je bijna kippenvel kreeg van, goh, wat is het toch mooi. Ja, te gek. Dankjewel.